De politieke partij Broederschap in Eenheid, in de politiek, BEP, heeft 25 jonge aspirantleden getraind in leiderschapsvaardigheden en politieke beginselen. De training, die 5 maanden duurde, werd zaterdag afgesloten met de certificaatuitreiking. De BEP is van mening dat aspirantleden eerst op de hoogte moeten zijn van de doelstellingen en de identiteit van de partij. Alleen met deze kennis zullen leden een positieve bijdrage kunnen leveren, aldus de BEP in een persbericht. Tijdens de training hebben de jongeren inzicht gekregen in de geschiedenis en ideologie van de partij. Daarnaast kregen ze informatie over de richtlijnen en regels van de verkiezing en het Centraal Hoofdstembureau. Bij het onderdeel van leiderschapskwaliteiten zijn ze getraind in onder andere vergadertechnieken en time management. De jongeren die de training hebben gevolgd zitten in de leeftijdsklasse van 16 tot 25 jaar. Het gaat hierbij vooral om jongeren van Paramaribo en Wanica.